Tachos, de tegenstander, wordt geteisterd door blessures. Onder andere doelman Erwin Jansen en cirkelspeler Sabi Chemai zijn er niet bij tegen ENO. Maar de ploeg uit Waalwijk begint sterker dan de thuisploeg. Hier een treffer van Luc Major. En opnieuw is het Tachos dat scoort via cirkelspeler Sven Strauven. Op dat moment is het 3-5. Niet veel publiek in Emmen. Wat toch voornamelijk de wedstrijden wel uitkiest bij ENO. Aanvallend niet goed ENO. En ook in de dekking laat het nogal te wensen over. Dit is een overtreding van Van Schie. Die krijgt 2 minuten. En Tachos een 7 meter. Schellekens. Hij keert de bal van Stuiver. Het is maar goed dat ENO Schellekens op de goal heeft. Dan blijft de marge in ieder geval nog redelijk beperkt. Maar zwak is het zeker wat ENO laat zien. Stand 7-9 door een treffer van Rob Jansen. En Erik Huizing, aandachtig toeschouwer bij zijn oude ploeggenoten. Dit is Toby Trouw. Eindelijk een score van hem. 8-9. En nog altijd was dat in ondertal. Leon van Schie inmiddels weer in de ploeg. Neemt dan de formatie uit Emmen bij de hand. Maakt hier de gelijkmaker. Komt hier opnieuw in balbezit. En zorgt dat ENO weer op voorsprong komt. 10-9. Doelpunt dus van de cirkelspeler van ENO. Die hier opnieuw de bal krijgt. Nu van Toby Trouw. En weer is hij scherp. 3 goals op rij. En dan een time-out van Tachos bij de stand van 12-10. En u zag hem al. Anatoly Kaloussa, de keeperstrainer van ENO. Ja, en of hij dit ingefluisterd heeft, dat zullen we niet weten. Maar het zijn mooie stops van Dennis Schellekens. 3 op rij. En dan gaan we rusten bij de stand van 14-12. En zijn dit beelden van de tweede helft. Met de eerste treffer van Jan Jozef. En de eerste treffer ook van Maarten Lux. ENO neemt afstand in die tweede helft. Inmiddels is het 21-17. En hier gaat het verschil naar 5. Sonny de Jonge. Ook hij kwam in de tweede helft in de ploeg. Hier opnieuw de Jonge, dan Maarten Lux. Het vliegertje vanuit de hoek is fraai. Er komt van Peter Lambert. Het verschil loopt dan op en wordt uiteindelijk heel erg ruim. De teller blijft steken bij 34-23. Sportief doet ENO goede zaken. De ploeg klimt naar plek 5. Maar hoe gaat het financieel? We worden zeg maar 1 keer in de 2-3 weken worden we bijgepraat. Nou, daar nemen we ook tijd voor. Dan kunnen de jongens ook vragen stellen hoe en wat. Nou, wat dat betreft focus op onze eigen dingen waar we zelf een beetje invloed op hebben. Ja, alleen is het wel vervelend, hè? Overgeleverd zijn. Jawel, maar dat ben je altijd. Of je nou in Duitsland speelt of in Denemarken. Overal vallen er clubs om, er vallen bedrijven om. Wat dat betreft is niks zeker momenteel. Nee, klopt. Aan de andere kant, ja, je bent hier wel met een bepaalde doelstelling gekomen, ook met een idee. Jawel. Alleen als je 3 maal geblesseerd hebt, dan heb je ook tegenvallers en teleurstellingen. Maar ja, we zien het.